Dan nu het opmerkelijke levensverhaal van de Argentijnse Victoria Donda. Als zij 26 jaar oud is, komt ze erachter dat ze is opgevoed door mensen die niet haar biologische ouders zijn. Haar echte ouders zijn namelijk verdwenen tijdens de militaire dictatuur in Argentinië eind jaren 70. Victoria is een zogeheten geroofd kind. Ze is door de militairen weggehaald bij haar moeder, net als honderden andere kinderen destijds. Tegenwoordig is ze mensenrechtenactiviste en het jongste vrouwelijke Kamerlid in de geschiedenis van Argentinië. Deze week was ze even in Nederland voor de promotie van haar boek. Bram de Waal en Patrick Smit spraken met haar. Fue una situación realmente dura y de esas cosas inesperadas que uno lo sorprenden en la vida. Y me costó un tiempo poder reponerme a esa situación. Victoria Donda, op bezoek bij de grootmoeders van de Plaza de Mayo in Buenos Aires. Al meer dan 30 jaar zoeken deze vrouwen hun vermiste kinderen. Die verdwenen tijdens de militaire dictatuur tussen 1976 en 1983. Een medewerker van de grootmoeders vertelt Victoria in 2003 een verhaal dat haar leven op zijn kop zet. Ze is dan 26 jaar. Bueno. Mis padres no eran mis padres estaban desaparecidos. O sea, me acuerdo que me sentí como suspendida, como no entendía muy bien lo que pasaba y me llevó un tiempo poder acomodar lo que pasaba. Want tot dat moment gaat ze door het leven als Analia, de dochter van legerofficier Raúl, aanhanger van de junta in de jaren 70. Analia groeit op in een rijke buitenwijk van Buenos Aires, tussen veel andere militaire gezinnen. Fui una adolescente feliz, tal vez algo más rebelde que la media de las compañeras que iban a mi escuela. Yo iba a una escuela de monjas católica. Uit onderzoek door de grootmoeders blijkt dat dit haar echte ouders zijn, María Hilda Pérez en José María Donda. Allebei waren ze in de jaren 70 lid van de Montoneros, een radicaal linkse guerrilla-beweging. Na de militaire coup worden de Montoneros met harde hand bestreden door het regime. María wordt in maart 1977 gevangen genomen. In een Argentijnse documentaire ontmoet Victoria een man die samen met haar moeder gevangen zat en vertelt hoe María door militairen in de val werd gelokt. Cuando está corriendo llegando a las vías del ferrocarril oye un tiroteo. Después nos enteramos que en ese momento entonces al compañero que estaban persiguiendo lo bajaron. Ella, bueno, se refugia en la estación de Morón y de repente se siente rodeada. Y ahí se la llevan directamente a Castelar. María es op dat moment 5 maanden zwanger. Ze wordt vastgehouden in deze marineschool, de ESMA. In het geheim functioneert het als gevangenis en martelkamp. Una compañera que contó que la primera vez que la torturan a mi mamá en la escuela de mecánica de la armada, la sacan y la tiran en el piso y le tiran un balde de agua. Eso lo hacían como otra forma de tortura también, porque después de la electricidad el agua no. Y entonces ellos tenían grilletes en las piernas, en los pies, y mi mamá estaba muy embarazada ya. Nos dejaron limpiar las celdas. Ella estaba en la primera celda y en la segunda celda estaba Virginia, y las dos estaban recostadas sobre la pared. Y se apoyaba las manos sobre la panza, como protegiéndote. Gek genoeg biedt de gruwelijke plek waar María wordt vastgehouden tegelijkertijd hoop. Vooral aan Victoria's vader, José. Zijn broer Adolfo, een hoge militair, is chef inlichtingen in dezelfde gevangenis. José smeekt hem om zijn vrouw vrij te laten. No lo podía entender cómo es que Adolfo le hizo eso a su hermano y cómo es que pudo aguantar estar en un cuarto donde torturaban a su cuñada que está embarazada de su sobrina que era yo. Entonces, como no lo puedo entender, prefiero no pensarlo. Het gebouw waar haar moeder werd vastgehouden bestaat nog. In 2007 krijgt Victoria er een rondleiding van een vrouw die samen met haar moeder gevangen zat.
si vos ves acá, en el número 8 estaba la oficina de Adolfo Donda. O sea, como parte de lo que era el cuerpo de inteligencia de este centro clandestino para el secuestro. Adolfo Donda kiest dus niet voor zijn broer en schoonzus, maar voor een carrière als martelaar van de junta. In mei 1977 wordt ook Victoria's vader opgepakt. No sé qué pasó con mi papá. La verdad es que de los lugares donde estuvo mi papá hubo menos sobrevivientes y uno solo puede saber lo que pasó con ellos por los testimonios de valientes de quienes han sobrevivido a ese terror. Over het lot van Victoria's moeder is meer bekend. Ergens in juli bevalt ze in de gevangenis van een gezonde dochter. De locatie is deze provisorische kraamkamer. Cuando nací, Lidia le dice, ah, bueno, pero hay que ponerle un nombre a esta chica. Y ella le dice, bueno, Victoria. Bueno, ¿y cómo hacemos si se la llevan y no la vamos a poder reconocer? Entonces mi mamá dijo, ponele aritos. Y no tenían aritos, entonces me cosieron unos hilitos en las orejas. En waar haar moeder al bang voor is, gebeurt ook. Twee weken na de bevalling wordt Victoria door militairen meegenomen. Ze brengen de baby naar onderofficier Raoul en zijn vrouw. In haar net verschenen boek Mijn naam is Victoria beschrijft ze haar relatie met de vader die haar illegaal adopteerde. Con decir que yo lo amo y pero que sé que él tiene que estar detenido y que lo amo también porque acepta lo que hizo y acepta su responsabilidad sobre lo que pasó, alcanza. Y hasta hoy tiene contacto con él. Sí. De Argentijnse justitie maakt de laatste jaren een inhaalslag als het gaat om de vervolging van militairen die zich schuldig hebben gemaakt aan schending van mensenrechten. Raoul en zijn vrouw Graciela zijn in 2007 veroordeeld voor ontvoering en illegale adoptie. Ook Victoria's oom Adolfo zit vast. Supongo que le van a dar cadena perpetua. Tiene 62 acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Así que supongo que le van a dar cadena perpetua. ¿Y no quieres hablar con él? Ahora no, en un momento quise hablar con él, le quería preguntar dónde estaba mi mamá. Hubo un momento donde necesitaba llevarle una flor a algún lado a mi mamá. Y el único que me podía decir dónde estaba era ella, él. Victoria's moeder verdwijnt uiteindelijk een paar dagen na de bevalling. Dit is de laatste plek waar ze is gezien door haar medegevangenen. Acá estuvo mi mamá. Supongo que le hicieron sacarse la ropa, le dieron la verdad algún tranquilizante, la subieron a un avión y la tiraron de un avión vivo. Si ya no quiero estar más acá. Vermoedelijk verdwenen tijdens de dictatuur zo'n 30.000 mensen. Veel werden vanuit een vliegtuig in zee gedumpt. Ook de piloten van deze dode vluchten staan nu terecht in Argentinië. Zoals Transavia-piloot Julio Poch, die binnenkort wordt uitgeleverd. Talvez fue uno de los que tiró a mi mamá viva de un avión. Yo quiero que gente como Poch, que manejaba esos aviones, esté preso. Pero también quiero que los funcionarios políticos que soportaron ese régimen estén, cumplan con su responsabilidad. En dan doelt Victoria ook op Jorge Soregueta, de vader van prinses Máxima. Tijdens de dictatuur van generaal Videla was hij minister van Landbouw. Había personas que hoy dicen que eran técnicos de la dictadura, cuando en realidad fueron quienes sustentaron esa dictadura. Era imposible en Argentina estar en un nivel de responsabilidad de gobierno y no saber lo que pasaba. Desaparecieron 30.000 personas, es muchísimo. En Argentina nos falta hacer justicia, falta que los civiles que fueron parte de esta dictadura también paguen. Y él es uno de los exponentes de eso. Victoria is in Argentinië inmiddels actief als mensenrechtenactiviste. Onlangs werd ze gekozen als jongste volksvertegenwoordiger in het Argentijnse parlement. Con una gran responsabilidad, porque represento los sueños de mis papás y de otros hombres y mujeres que murieron por los mismos sueños. Si mi mamá sobrevivió a la tortura y me hizo sobrevivir a mí, y yo estoy viva, tengo que hacer todo lo posible para ser un ratito feliz cada día. Y la otra es que eso solo lo puedo lograr si
se construya el país que ellos querían. Victoria Donda. In totaal zijn er vermoedelijk rond de 500 kinderen geroofd tijdens de militaire dictatuur in Argentinië. Van zo'n 100 kinderen is inmiddels bekend wie hun echte ouders zijn. Maar de rest weet vaak niet eens dat hun ouders niet hun ware vader en moeder zijn.